Vanochtend vroeg opende het eerste stembureau al vroeg en wel een mobiel stembureau in een oude Londense bus. De bus start vandaag op de Kromme Nol en reist door heel Altena. Burgemeester Yves de Boer van Werkendam was erbij aanwezig en inspecteerde het stembureau. Kijk, we hebben een enorme klop dat die van de verandering heeft. Nou. Voilà. Nou. De eerste stem in deze bus vandaag. Mooi werk, hoor. Het is fris. Laten we daar wel eens mee beginnen. En ik hoop niet dat het weer de mensen in het gebied zal tegenhouden om naar het stembureau toe te gaan. Maar het is natuurlijk heel erg memorabel omdat drie gemeenten gaan fuseren op 1 januari tot de nieuwe gemeente Altena. Ja, en daar heb je verkiezingen voor nodig om te zorgen welke 31 mensen uit dit gebied de nieuwe gemeenteraad gaan vormen. En een nieuwe coalitie natuurlijk. Dus ja, het worden hele spannende weken. Ja, vandaag ook bewust gekozen om te starten hier bij letterlijk de stembus. Ja. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Nou, we hebben in het gebied 32 stembureaus. Dat zijn de normale stembureaus die we altijd gebruiken. Maar we vonden het eigenlijk wel leuk om op die manier dan wat extra aandacht aan te besteden. Want ja, normaal zijn de landelijke media besteden veel aandacht aan de verkiezingen. Dat is nu niet het geval. Dus ja, dan ga je iets anders bedenken. En ik was een keer hier in Aalburg en zag die dubbeldekker. En al pratend zei dan die man, zei, ik vind het wel leuk om op die manier met die bus rond te rijden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij staat hier bij de Kromme Nol en gaat het hele gebied door. En eindigt vanavond bij de Tol in Werkendam. En dan ben ik heel benieuwd hoeveel stemmen dat er in deze bus zijn uitgebracht. De gemeenteraadsverkiezingen 2014, gemiddelde opkomst 60%, als ik me niet vergis. Wat is de verwachting voor vandaag? Ja, ik verwacht weer een hoog percentage. Het is een beetje traditioneel in het gebied dat er een hoog opkomstpercentage is. En ik hoop dat de mensen in dit gebied dat ook weer ook waarmaken. En we hebben ook heel veel jonge mensen natuurlijk in dit gebied die we ook heel graag uitnodigen om de stembus te gaan bezoeken. En ik ga zo meteen ook naar een jongeman die precies ook vandaag 18 jaar wordt. Des zijn verjaardag vandaag en hij mag gaan stemmen. Dus ik ga hem zo meteen bezoeken, een hand geven en feliciteren. En natuurlijk vragen of dat hij naar de stembus gaat. En ik hoop dat echt dat ook alle mensen door op een gegeven moment zeggen, de democratie is mij heel veel waard. Ik hoop in ieder geval dat de juiste mensen onze gemeente gaan besturen. Nou, die kans hebben de mensen vandaag om die met die stem dat te realiseren. Het belang van het uitbrengen van de stem is gewoon, het is een democratisch recht. Gebruik dat in heel veel delen van de wereld, mag je niet eens je stem uitbrengen. Ben je monddood gemaakt door de politiek. Nou, hier in Nederland gelukkig hebben we dat niet. Mensen kunnen gaan stemmen. Dat is één. Twee, als je je stem uit gaat brengen, betekent dat je op dat moment 31 mensen in positie brengt om dit gebied mooi te besturen. Maar daar houdt het niet mee op, want al die mensen zijn altijd bereid om 3,5 jaar lang, want dan zijn we de volgende verkiezingen, 3,5 jaar lang om te luisteren naar hetgene wat mensen ook vinden. Het is niet zo dat je je stem uitbrengt en dat de mensen dan 3,5 jaar vogelvrij zijn. Nee, je kunt met deze politici in contact blijven. Dus je kunt ook blijven sturen en meesturen. Zo werkt ook, denk ik, de democratie. En ik hoop dat in ieder geval de mensen van dit gebied daar ook echt gebruik van gaan maken. Wie ook wil gaan stemmen in de stembus, meer informatie staat op www.altenakiest.nl.